ben Rob van Peer, ik ben 55 jaar, woonachtig in Etten-Leur. Ik ben van beroep docent werktuigbouwkunde op het Radius College in Breda. Ik ben getrouwd en ik heb een zoon en een dochter. De liefde voor Daimler is lang geleden ontstaan. Eigenlijk ruim 30 jaar geleden, toen heeft mijn vrouw onze eerste Daimler gekocht, een V8. 2,5 liter V8 uit 1968. En een aantal jaar, ruim 20 jaar geleden, heb ik voor mezelf mijn eerste Daimler gekocht. En waarom een Daimler? Die is qua uitrusting, qua afwerking net iets meer als een Jaguar. Ik werk op een school, dat is 14 kilometer hier vandaan. Als ik dat iedere dag met die Daimler moet doen, dan komt de olie nog niet op temperatuur. Dus als daily gebruik ik over het algemeen een Opel Corsa. Of ik heb ook nog een Opel Kadett uit 75. Ik heb ook nog een Opel Kadett uit 1968. Dus meestal pak ik, om naar mijn werk te rijden, een van mijn andere auto's en niet de Daimler. De Daimler hou ik een beetje als afstandsauto, zeg maar. Zo gauw als ik iets verder weg moet, dan pak ik meestal de Daimler. Ik heb een aantal Daimlers gehad en Daimler is een merk wat heel lang bestaat, maar vanaf 2008 niet meer wordt gemaakt. En ik had de intentie om toch ook nog het laatste model Daimler te kunnen kopen. En dat is de reden waarom dat ik deze Super 8 gekocht heb. Nou, deze Super 8, het bijzondere is natuurlijk, je kunt een Jaguar kopen met standaard uitrusting. Maar deze Super 8, die heeft ten eerste een 4,2 liter motor erin liggen met een charger erop. Wat resulteert in 400 pk. Wat betreft de trekkracht en snelheid is het een hele verbetering op de standaard 8 cilinder. Buiten dat, de uitrusting in de auto zelf is tot in finesses afgewerkt. En deze versie is voorzien van full options. Dus dat wil zeggen, er zitten dvd-schermpjes in, stoelverwarming, verstelbare stoelen achter. En dat is toch wel een luxe die heel prettig is aan een auto. Ik heb één eigenschap, ik rijd al jaren Daimler. Alleen één ding moet altijd aanwezig zijn en dat is een trekhaak. En de vorige modellen was de trekhaak vrij makkelijk te krijgen, ook makkelijk te monteren. Alleen bij deze laatste serie, de X350 serie, is er maar één leverancier geweest van trekhaken. En die zijn er een jaar geleden mee gestopt. Dus dat was al lastig om aan een trekhaak te komen, alleen tweedehands. Het monteren was ook een uitdaging. Want omdat je hem tweedehands koopt, zit er geen beschrijving bij, geen handleiding hoe die gemonteerd en aangesloten moet worden. Dus daar zijn we wel aardig wat avonden aan bezig geweest om dat toch wel heel netjes te monteren. Een afneembare trekhaak, zodat als hij er onderuit is, dat je hem ook niet meer kunt zien. Want dat vind ik wel slordig. Als je dat zou kunnen zien, van hé, er zit een trekhaak achteraan. Ik ga al jaren, al meer dan 50 jaar met de caravan op vakantie en dat wil ik ook blijven doen. En inderdaad, mijn auto is toevallig een Daimler, dus dan ga ik met de Daimler en de caravan. Eén bijzonderheid is wel, ik ben meestal degene op de camping die een auto heeft die langer is als de caravan. Meestal is het andersom, alleen wij hebben een kleine caravan achter een vrij lange auto. In principe doe ik al het onderhoud zelf. Ik heb een goede kameraad van mij, die is beter op het gebied van de moderne technieken van de Daimler, van de huidige Daimler, zeg maar. Omdat er toch veel computerwerk aan zit en dat soort dingen. De rest doe ik in principe zelf, onderhoud van remmen, olieverversen, noem maar op, dat soort dingen. Ik doe dat eigenlijk vanaf het begin af aan en mijn oude Daimler uit 1968, die ik ook nog steeds in bezit heb,
Die heeft een aantal jaren stilgestaan, maar die wil ik nu, die wil ik eigenlijk niet. Die moet ik eigenlijk weer in orde gaan maken, want mijn dochter gaat over een jaar trouwen. En die heeft als wens uitgesproken dat ze graag in die oude 2,5 liter V8 wil gaan trouwen. Dus ook dat doe ik overigens allemaal zelf. Ten eerste omdat ik dat leuk vind. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik het gewoon erg leuk vind om daar zelf aan te werken. En deze heeft nu een kilometerstand van 165.000 kilometer. En voor een 4,2 liter V8 is dat eigenlijk nog niks. Dus daar kan ik nog best een aantal jaren mee. Gemiddeld rijd ik een jaar of 10 met die Daimler. Dus dan ben ik ondertussen met pensioen. En misschien kan ik dan ook niet meer in zo'n lage instap. Dan zal ik misschien een SUV of zo aan moeten schaffen van Jaguar.